Weerhandgranaat bij woning in Paramaribo. Leo Brunswijk is woedend over accountant report van Ernst & Young. Surinaamse luchtvaartmaatschappij is geen sociale instelling. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 27 mei 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De criminaliteit in Suriname neemt steeds ernstige vorm aan. Gisteren werd een handgranaat ontdekt bij een woning in Paramaribo. Uit camerabeelden bleek dat de granaat omstreeks 4:30 in de ochtend daar is neergelegd. Het projectiel is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Eerder deze maand was er een mislukte aanslag bij de ouderlijke woning van het doelwit. De omstandigheden van die aanslag lijken sterk op de wijze waarop de aanslag gisteren werd gepleegd. Eind vorig jaar ontdekte de journalist Jason Pinas twee handgranaten bij zijn woning. Hij was kort daarvoor mishandeld door de beveiligers van president Ronnie Brunswijk. De daders van de mishandeling zijn nog steeds op vrije voeten en zijn ook nog niet berecht. Leo Brunswijk is woedend op een rapport van Ernst & Young. Het accountantsbureau moest NV Energiebedrijven Suriname, de EBS, in opdracht van de regering doorlichten. Brunswijk is president-commissaris bij de EBS. Het accountantskantoor maakt melding van onregelmatigheden en constateert een te hoge kostprijs voor elektriciteit. Brunswijk wil juridische stappen ondernemen tegen Ernst & Young en beschuldigt hen van laster. Er zouden volgens hem veel onwaarheden in het rapport staan. Er gaan steeds meer stemmen op om de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, op te heffen. Verschillende parlementariërs van het VRP-huizen zeiden openlijk dat ze niet geloven in een redding van het zieltogende bedrijf. Hun voorman, president Chan Santokki, wil meer tijd om te besluiten of de stekker er wel of niet uit moet bij de SLM. Hij erkent dat de politiek eraan heeft bijgedragen dat, zoals hij het noemt, de SLM naar de slagbank is geholpen. Hij gelooft nog in de redding, maar als zou blijken dat de houdbaarheidsdatum van de vliegtuigmaatschappij is verstreken, zal hij niet schromen om de nodige besluiten te nemen, zegt de president. De SLM is wat hem betreft geen sociale instelling. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u op de hoogte blijven, download de app regionieuws.tv en nieuws melden, dat kan ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.